Mitch, een sterke wedstrijd, denk ik. Het was vooral een heel spannende wedstrijd. Maar ik denk dat we de punten toch verdiend mee naar huis nemen. We hebben een hele match geknokt, we hebben een hele wedstrijd voorgestaan. En op het einde toch nog 18-21, drie doelpuntjes verschil, ja, meer dan genoeg. Kan je een korte analyse geven van de wedstrijd? Korte analyse, ik denk dat we met Rivera heel goed starten. Ik denk dat we 4-0 voorkomen, denk ik zelfs. Heel gretig gestart. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, dat we vorige week ook, en dat heeft ons vorige week ook doorgeholpen. En dan zijn we wel een beetje stilgevallen, maar toch nog blijven meescoren. Voorwaarts komt goed terug en op het einde, op de juiste momenten, maken we de beslissende doelpunten. Kunnen we zeggen dat Rivera er terug staat na vandaag? Ik moet zeggen dat ik een goed gevoel heb met die groep nu. De laatste weken is het besef misschien een beetje groter geworden, dat we echt wel kort bij de onderste plaatsen stonden. Dus ik denk dat besef, zeker nu na twee overwinningen op rij tegen Boreruit en voorwaarts, dat we toch wel denken dat we terugstaan. Hoe leven jullie nu toe naar de volgende wedstrijd? De volgende wedstrijd is heel belangrijk. Hè. Die is tegen Meeuwen, dat is een rechtstreeks concurrent voor de degradatie. Moesten we daar kunnen winnen, dan zetten we die op 8 punten. Dan denk ik niet dat het voor Meeuwen nog gemakkelijk zal worden. Maar ja, we moeten alleen naar ons eigen kijken en wij zullen zien dat we die wedstrijd gaan winnen.